Artiesten die hebben opgetreden op illegale feesten in het afgelopen weekend mogen een boete tegemoet zien. In een vraaggesprek met de communicatiedienst Suriname vraagt justitieminister Kenneth Amoksi zich af waarom de politie niet heeft opgetreden bij feesten. Hij zegt dat als er preventief was opgetreden, de drukte op deze feesten voorkomen had kunnen worden. Mensen hebben betaald, weet je, illegaal, terwijl ze weten van dit mag niet, ze doen het toch. Maar ik zeg, treed preventief op tegen de organisatoren. Beboet ze, neem alvast hun instrumenten in beslag en laat ze hun boete betalen. En in dit geval, dat zal ook precies zo gebeuren. Los van het feit dat de politieambtenaren die hun plicht hebben verzaakt, rapport zullen moeten opmaken, ook de artiesten van wie bekend is dat ze hebben deelgenomen aan deze illegale feesten, zij zullen ook beboet worden. Dus ze kunnen die bekeuring, die boetes, kunnen ze wel tegemoet zien. Ja. Alsnog door Kiswan boete, omdat het bekend is, Ushiden beelden, social media staat er bol van de van Metaki Eder. Dus de mensen zijn bekend, de artiesten zijn bekend, de organisatoren zijn bekend, toch? Weet je, wala stoerman, stoersa, ik café zie, jullie gaan beboet worden. Zonder aanzien des persoons, minister. Dus aan de tak even een smade zijn biggie idee of sa eigenlijk op een vooruitgeschoven positie. Zonder aanzien des persoons, iedereen man zou doen aan ik is zonder boete. Aanzien. Zolang je bij de drape, u staat tak je bij de drape, je gaat een boete krijgen. De bewindsman geeft aan dat in gevallen waarbij er niet is opgetreden bij grote feesten, de politie ter verantwoording zal worden geroepen. Hij zegt dat er duidelijke afspraken zijn, dus waren er geen excuses om niet op te treden. En als bijvoorbeeld de politie onderbemand zou zijn, er zijn afspraken met Defensie, dat waar ook, in welk district ook, dat de ondersteuning van Defensie kan worden en mag worden ingeroepen. Dus ik zie geen reden waarom er een illegaal feest ergens gaande zou zijn en de politie niet zou kunnen optreden. Dat zie ik niet. Minister Kenneth Amoksi benadrukt dat er geen sprake is van klassejustitie. Volgens hem blijven wet en recht gelden en een ieder die zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten zal beboet worden.